Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Lego Marvel Superheroes. We staan hier met Hawkeye, Black Widow en met de Human Torch. En we zijn in het complex van Hydra. Omdat die... ik zal het even opstaan, dat heb ik nog niet gedaan. Omdat die een reactor hebben gestolen van Iron Man. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken. Dus daar gaan wij wat aan doen met z'n rietjes. En de Human Torch is wel handig. Want die kan laseren. Bijvoorbeeld dit soort dingen. Kijk. Ik vind hem met Hawkeye, die vind ik fijn om mee te spelen. One small step for man. One giant climb up a Hydra rocket. Going up. Opgeroepeld met je pistool. Yes. Oké, mooi. Soms moet je even hard tegenaan slaan. Daar zie ik nog een poppetje. Daar nog. Maar ze komen nu allemaal op ons af. Er waren heel veel poppetjes hier. Ja, met je grote wapens. Dit kunnen wij kapot maken, toch? Kom. Achteruit, jongens. Goed zo. Hij is kapot. En kaboom. Alles kapot. Hier kunnen we wat van maken. Eerst even het spulletje oppakken. Muntjes. I'm loving it. Ah. Zo'n acrobaten dingetje. Dat is mooi. Maar ik zie daar nog even een paar muntjes liggen. Die pakken we even mee. Hop. Ik moet eigenlijk geen muntje zeggen. Ik moet zeggen stuts. Dat zijn stuts natuurlijk. Hè? Waarom wil ik naar boven? We gaan maar even kijken waarom ik naar boven wil. Oh shit. Nou, dan ben ik meteen weer een paar kwijt. Oké. Waarom ben ik hier toe? Gevaarlijke lasers zie ik. En dan is dat gek moet worden. Dus dit is iets voor Black Widow. Dat is duidelijk. Dat is er gelukkig al. Weg met jullie. En even onzichtbaar worden. Ik vind ze tof zoals alles in focus en uitfocus gaat. Wat in de verte is, is een beetje blurry. En wat dichtbij is, is dichtbij. Nou, dat vind ik mooi. Goed. We gaan even kijken. Lasers, rustig aan. Ik ben hier niet. Oké, we gaan iets hacken. We gaan de lasers op elkaar richten. Dat is ook handig. Kijk, dat is ook een manier om van de rommel af te komen. Kom op. Waar is... Ja. En jullie moeten even weg met je stomme wapens. Dan sla ik je in elkaar. Waarom pak ze nou niet? Kom. Weg, jullie. Ze blijven maar gewoon staan, die twee gasten. Oh, ik zie dat wel. Ik zie het probleem al, denk ik. Ja, ik ben wel dood daarnaas. Maar ik moet ze... Oh, ze hebben gouden pak aan. Sokkel ben ik ook. Jongens, opgroepeld nu met je... Dan moet ze lezen, dat kan natuurlijk ook. Zo, plof helemaal naar elkaar. Ik lees ze gewoon. Wat had ik dit ook moeten doen. Kijk, dat vinden ze niet leuk. Hup. Pak aan jullie. Zo, het is best pittig ook nog wel. Ze blijven nog wel even staan ook. Nou, let's go. Wat moeten we hier doen? Naar boven, ongetwijfeld. Of de trap op daar? Ik denk de trap op.
It works. Power levels are stable. Excellent. Red Skull, I'm gonna spangle you till you see stars. Still in that ridiculous outfit. You need a bigger wardrobe budget. I am the Red Skull, while you are all merely numbskulls. Red Skull, I'm here to end your evil scheme. And I thought I was a hothead. Okay, goed. Dit is iets voor Captain America dus. Een kleine persoonlijke vete tussen hem en Red Skull. Oh, ik zie daar iets wat te kunnen raken. Laten we eens even kijken. Kom op, als mijn schild. Oh, die is weg. Die komt nu pas terug. Maar waarom zien we dat in de verte? Daar is iets van goud. Oh, we kunnen ook naar... Oké. Yes. Kunnen we dat kapot maken of niet? Nee, dat is niet. We kunnen ook kapot slaan dit. Die vorige waren van goud, deze niet. Laten we eens even hier kijken, want die Red Skull die kan wel even gestolen worden. Even kijken wat hier aan de hand is. Even de situatie, even de parameter verkennen. Kijk, daar hebben we al een vlag hangen. Kunnen we dat mee? Of kapot maken? Dat zijn vier vlaggen die ik kapot kan maken. Kijk, dat is, al die hele levels zitten vol van die leuke... grapjes en leuke dingetjes die je kan doen. Nou, hier moet er zijn. Want hier, ja, hier kan het niet zijn. Dit is iets voor Mr. Fantastic inderdaad. Nou, we maken even die vlag kapot. Dat levert ons wat extra's op, denk ik. Kun je het ook kapot maken, dit? Nee, dat wil niet kapot. Dus de grote vraag is eventjes, ja, moet ik dan gewoon... hem doen? Wat staat hij dat te doen? Zo. Ga je doen? Ga je schieten op mij? Hij zit heel boos te doen, zie je dat of niet? Oké, ik kan hem niet raken, dus. Goed, dan is het niet verstandig om daar nu meteen naartoe te lopen. Hier links zien we ook nog wat. Kan allemaal niet kapot. Ik zie daar, die zou wel ons schild in kunnen drukken. Of niet? Als ik het zo zie. Nou, dan wees maar even naar links gaan. Dan even twee van die vlag kapot maken. Dat is de derde. En ongetwijfeld verderop in de hoek nummer 4. Yes! Hoppakee. Eén van 10. Er zijn natuurlijk 10 van die dingen in de level verstopt. En ik heb er maar 1 gevangen. Even kijken, hier ga ik staan en ik kan even 7. Laten we dat ook maar eens even doen. En dan... is nu toch even de grote vraag, wat moeten we doen? Ik zie daar dingen van goud. Oh, kijk nou dan. Ik kan gewoon met hem aan de stok. Ik moest gewoon recht voor me gaan staan. Ja, kom er maar eens achter, hé. Calculations predict a 95% chance of failure, Captain. You should give up now. Oké, nou dat is duidelijk. Ja, kijk, en hij heeft zijn eken kapot. Er komen allemaal monstertjes aan. We kunnen hier iets van maken. Maar even jongens, even opgroepeld, want ik moet even wat bouwen. Even wegwezen jullie. Hupskee. En we gaan even wat bouwen. Iets voor mijn schild. Weg jullie. Hup, schild erin. Wat heb ik gedaan? Ik heb iets gedaan. Oh ja, dat is goud. Dat is voor... Hup, maak maar kapot. Ik sta er niet goed voor, denk ik. Of wel? Ik sta er niet goed voor. Volgende poging. Jemmer, het luistert wel heel nauw, hé. Alle mensen, kom op. Eindelijk. Wat een geknie, jongens. Ik ben echt gewoon aan het rommelen hier. Dit gaan we weer kapot. Moet ik het nog een keer doen nu?
koepel is op. Wegwijzen. Au. Zonder al die muntjes. Dan zou je best om al die dingen op te pakken. En huppakee. Daar ga je dan, hè. Zo. Jullie weg. Volgende. After all these years, I just realized that Red Skull has no nose. Really? How does he smell? Terrible. God, wat een onderlijke grap. Maar goed. Ga het opensnijden. Opkomen jullie. Weg. Ik wil het even kapot maken. Dit hier ook. Suit looks just as ridiculous now as the first time we met, Captain. Nee, jij bent moeders mooiste. En we gaan weer met hem vechten, denk ik. Nog een keer. Zo. En dan gaan we naar hem toe. Oh, zo. Dat had ik even niet gezien. Oké. Okay. Ik raak echt al die muntjes kwijt. Zonde. We gaan recht voor hem staan en we gaan hem weer slaan. Of wat we ook moeten doen. You can't defeat me. The Red Skull is always ready. Oké, okay, er komt nog iets nieuws aan nu. Die tweede laser. Ja, dat hebben we al eerder gedaan. Dus inmiddels kunnen we daar wel wat mee doen. Oké. Okay. Wegwijs jullie, ik moet even bouwen. Hup, weg. Wat doe ik nou dan? Ga even lekker chillen, joh. Hey. Oké. Okay. Pathetic insects. You cannot destroy the mighty Arnim Zola. En. Even landen. Want dan gaan we dit zappen. Hup, dat is één. En die volgende is aan de andere kant. Hetzelfde verhaal natuurlijk. Los weg als jullie. Hup. Die gaan lopen chillen met dat stomme ding van hem. Hup. Linker dingetjes in dit hoor. Is nog helemaal zo'n wapen. Oké, okay. We gaan hier naartoe. We halen de schakelaar om. You cannot win. No, you can't. Oh, nee. Oké, okay, gaan we dan. Opgeroepeld jullie. You're getting slow in your old age, Captain. En toen. Oké, okay, hij gooit de bommetjes. En goed bommetjes. Daar heb ik geen zin in, dus ik ga hem weer slaan. Hij laat zich wel makkelijk in elkaar slaan. You cannot defeat me. I picked up the skull's trail outside the raft. Wears a stinky cologne. We appreciate the help, but you've destroyed the vortex. Now we can't follow Loki. Yeah, well, I get the sense that Loki isn't just a hired hand in this thing. Oké, okay. Roodkopje in de cel. Roodkopje? Ja, tuurlijk. Goed. Er is een reden waarom ik hem altijd op Engels speel. Ik speel het op Nederlands nu, vooral omdat mijn zoontjes het ook zo leuk vinden om te kijken. Vandaar. We hebben er heel wat geunlocked nu. Dat is wel leuk. En toch nog best wel muntjes over. Hey, no. Dat was een zwaar gevecht. Sweetness. They'll be fine, Director Fury. They may not be super, but they are heroes. Colonel Fury, sir. Loki jumped into a vortex and vanished. I know someone that can help locate him. I've just remembered. I gotta go buy some more hair gel.
I'll catch up to you. Something about that big rainbow road. Looking at it, I just feel like I want to race. What? Okay. Sorry, just talking to myself. Wij zijn nu weer in New York en we gaan ergens naartoe, maar waar naartoe, dat ga je de volgende keer zien. We've got someone waiting for you at the foot of the Bifrost. I assume you know who it is. You'd better go meet him as soon as possible. Bifrost, gaat dat niet naar Asgard en zo? Is it a plane? Het gebied van Thor. Maar goed, dat zien we de volgende keer wel. Ik wil je bedanken voor het kijken. Een duimpje omhoog is welkom. Deel de video met iedereen. En ik zie je dan toch graag de volgende keer weer terug als we naar de voet van de Bifrost gaan. Bye bye!